Nee, wie denken jullie dat het is? Zeg het maar. Ja, ik weet het ook niet. Zij. Uit onderzoek blijkt dat nog maar 14% van de Nederlandse bevolking ergens in gelooft. Nou, de meeste daarvan zijn christen, sommigen zijn moslim. Maar één ding is duidelijk. We zijn een uitstervend soort. Tijd om uit te zoeken of we nog een beetje herkend worden. Dit is Wie is de Christen? Een nieuwe week en dus drie nieuwe opties. Maar wie denk jij dat de christen is? Meneer, mag ik u wat vragen? Ja, dat mag. Ik ben Joram. Ik ben Lambert, hallo. Jasmijn, Victoria. Heb je even tijd, Lambert, voor een superspannend spel? Ik heb even tijd, ja, even kijken. Ja? Het is, ben ik 3:50 klaar? Ja, natuurlijk. Oh, okay. Wat zien jullie nu? Drie mensen achter een doek, ja. Eén van die mensen is christen. Aan jullie om te raden, zometeen als het doek naar beneden gaat, wie de christen is. Hoe zien christenen er volgens jou uit? Levenslustig, eerlijk, betrouwbaar. Verschillend, denk ik, ja. Moeilijk om te zeggen. Dus dit wordt nog lastig? Ja, ik denk wel. Ben je er klaar voor? Ik ben er klaar voor. Dan mag het doek nu naar beneden. Oh, jullie zien er allemaal zo betrouwbaar uit. Dus wie is het? Wat zien jullie nu? Allemaal broeken en shirt. Ja. Gelukkig, ze zijn niet naakt inderdaad. Daar was ik even bang voor. Hij heeft een korte broek, zij hebben allebei lange broeken. Dus... Zegt dat iets over hem? Ik denk dat hij het niet is. Wie denk jij? Die dame in dat mooie wit. Die dame op rechts, waarom denk je dat? Nou, dat lijkt me iemand die betrouwbaar, heel erg betrouwbaar overkomt. Wie denken jullie dat het is? Zeg het maar. Ja, ik weet het ook niet. Zij. Ja. Jij. Maar waar baseer je dat dan op, Lambert? Ja, dat is dat vingergevoel, weet je wel. Oh, dat spitsengevoel. Oké, jij denkt dat zij het is. Laten we dan het antwoord erbij gaan trekken. De christen, de echte, enige echte christen van deze drie, mag een stapje naar voren doen. Nou. Tja. Ja, zie je? Gefeliciteerd. Ja. Nou ja, Lambert, jij gefeliciteerd, hè? Ja, jij ook, hè? Ja. Niet gewonnen, helaas. Maar dank jullie wel voor het meedoen. Geen probleem. Je krijgt van mij een prijs. Hartstikke leuk. Een snoeptaart. Nou. Daar word je blij van, of niet? Dankjewel, Leo. Het is van jouw belastinggeld, hè? Dus. Ja.